Lieke, tweede werd je dit jaar bij het NK. Vandaag hier een Europa Cup meerkamp. Ja. Hoe was dat voor jou? Dat is heel leuk om een Europa Cup mee te maken. Maar ja, voor mezelf de prestaties viel heel erg tegen. Dus ik heb wel even moeten afzien om hem af te maken, zeg maar. Want ja, het ging gewoon niet lekker. Niet zoals ik wou. Dus. Je zit dan in een team en na één onderdeel valt eigenlijk iemand al uit. Dus ja, je moet door. Ja. Ja, dus dat heb ik gedaan. En dat, ik had hem anders ook al afgemaakt, want ik kan het ook niet laten liggen. Maar ja, dus wel druk van ik moet heel blijven. Ik moet hem afmaken en ik moet het ook goed doen, want de promotie was in zicht. Dus ja. Hoe voelt het dan als jullie inderdaad promoveren? Top. Ja, dus dat is wel gaaf. Ja. Ik had me ook heel rot gevoeld als we niet waren gepromoveerd, omdat het zo dichtbij was gekomen. Omdat, omdat ik me toch ergens wel een beetje schuldig voelde dat het, ook al is het niet zo, dat hebben de andere teamleden ook niet gedaan, maar voor mezelf, ik had meer verwacht. Ja, want de eerste dag hoorde ik, ging moeizaam bij jou, hè? Hoe gingen die onderdelen de eerste dag? Nou, hoorden was oké. Het was, ik ben niet heel sterk in hoorden, maar dit was voor mij, het was niet goed, maar het was oké. En daarna kwam hoog. Ik kwam er niet in, kon niet goed aanlopen, het springen ging niet. En dus ik sprong maar 1,60, dus dat was al 9 centimeter onder mijn PR. En dat viel heel erg tegen, want ik spring eigenlijk altijd wel hoger. Kogel ging ook helemaal niet goed. Dat was 1,5 meter onder mijn PR, dus dat was ook teleurstellend. En de 200 meter, toen dacht ik, nu moet ik toch even iets goed maken. En toen heb ik gelukkig nog kunnen knallen, ja. En dan heb je de avond, dan heb je de nacht. En heb je goed geslapen? Ja, ik heb goed geslapen. Ik dacht op een gegeven moment wel, morgen een nieuwe dag, nieuwe kansen. En we gaan er gewoon weer voor. En dan die tweede dag, hoe is die gegaan? Ver viel tegen. Ik was niet, 5,57 was niet slechter dan op ver met de meerkamp, het NK. Maar er zit meer in en mijn PR is ook al beter. En ja, vandaag lukt het niet, maar ik weet dat ik het wel kan. En je hoopt het dan gelijk ook te kunnen doen, maar vandaag lukt het niet. Dan heb je nog speer en dan komt het laatste nummer, die 800 meter. Het is hartstikke warm in het stadion. Ja. En het laatste nummer werd spannend, want ze stonden dicht bij elkaar, de teams, hè? Ja, inderdaad, het werd spannend. Ik weet niet zo heel goed wat ik hierop moet zeggen, want ja, ik stond ook al even... Ja, ik wist dat ik ook hard moest lopen en dat weet je altijd, want een 200 of een 800 blijft spannend. Maar nu, omdat het zo dichtbij kwam, de promotie, was het ook van belang dat het ook hard ging, zeg maar. Nog meer dan normaal, omdat je nu voor het team liep. We hebben hier die promotie binnen en nu loop je hier nog rond. Maar ik kan me voorstellen, aan een zevenkant ben je back af. Ja, we gaan de man nog aanmoedigen, toch?